Nogmaals, goedemiddag dames en heren. U ziet de spelers van beide teams het veld opkomen. En voor een beetje wat later is, wij gaan de wedstrijd beginnen met 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Jan Willem Stijn, lid van SVZW, die afgelopen week is overleden. Voor die minuut stilte zal de scheidsrechter het begin- en eindsignaal geven. Ik verzoek u stilte te betrachten tijdens die 1 minuut. Ik dank u wel. Welkom bij SVZW TV en deze keer de wedstrijd SVZW tegen Juventa. De eerste wedstrijd in 2013. Na deze 1 minuut stilte ter nagedachtenis van Jan Willem Stijn, helaas veel te vroeg weggegaan, begint dan de wedstrijd. Juventa heeft dan de aftrap en kan heel rustig gaan opbouwen. Eens kijken wat SVZW gaat doen met deze wedstrijd. Goede oefenwedstrijd, leuke oefenwedstrijd, natuurlijk leuke beladen derby. Hier Jan met Tom Brumers die de bal hoog overschiet. Dan is het Juventa die de bal kan overnemen en dan een snelle uitbraak, een hele snelle uitbraak. Hier met Sander Vos die dan de paas naar Sebastian Bruns doet en Sebastian Bruns kan hem dan heel makkelijk intikken. Sebastian Bruns, Bruns zou je zeggen, ja inderdaad, broertje van de speler van Heracles en hier heeft het makkelijk intikken. En zo staat Juventa al heel snel voor met 1-0. En dan is het de beurt aan SVZW om die stand gelijk te trekken hier met een schitterende bal op Kevin Aman. Kevin Aman kan dan doorgaan naar de achterlijn. En dan trekt hij die bal naar voren. En wie staat er dan? Ja, Tom Brumers knikt hem naar de grond. Schitterend doelpunt, Tom Brumers. En zo brengt hij de stand op 1-1. Nog een keer in de herhaling. Kevin Aman mooi naar de achterlijn. Zet hem strak voor. En ja, Tom Brumers die knikt hem naar de grond toe. En is compleet onhoudbaar voor keeper Nijenkamp. En dan is het SVZW die telkens hier aanvalt hier met een corner, kort genomen door Kevin Aman richting Jordi van Eck. En die zet dan de bal voor en dan wordt de bal helaas overgekopt. Maar het is SVZW die elke keer blijft aanvallen, maar dan is het een snelle uitbraak weer van Juventa. Hier met nummer 11, met Sander Vos weer. En zet de paas mooi op voor, op nummer 7, dat is Aslan. Die kan dan de bal weer terugkrijgen naar Vos, maar dan is Michiel Achterhoek op zijn post. En zo was Juventa de hele tijd gevaarlijk hier met Aslan. Aslan met een leeplopje. En dan kan Michiel Achterhoek met een schitterende redding die bal over de lat heen tikken. Wat een heerlijke keeper is dat er om naar te kijken. Maar dan is het weer de beurt aan SVZW. Met een prima voorzet op Nigel Michels. En Nigel Michels kapt hem en dan kan keeper Nijenkamp een prachtig redden. Dan is het Kevin Aman weer en dan is het Niels ten Hoeven. En dan is de bal achter de lijn. En dan is het 2-1 voor SVZW. Hier prachtige kopbal van Nigel Michels. En dan is het niet Kevin Aman, maar dan is het Tom Brumers die die bal hartstikke goed voorzet. En dan is het weer eenvoudig inkoppen voor Niels ten Hoeven. Maar ook deze bal werkt eruit. En dan is het 2-1 voor SVZW. Dan is het SVZW weer aan de aanval en wordt Jordi van Eck weggestuurd. Jordi van Eck op richting de doelman. Hier met een prachtige salsa-beweging probeert die bal om de keeper heen te krullen. Nee, maar Arjan Nijenkamp is ook een goede keeper. En die tikt hem keurig netjes langs de paal. En is het weer SVZW hier met Tim Engbers. Tim Engbers weer met een prachtig afstandsschot, maar gaat naar rakelings naast. Maar dan is het Juventa weer met een snelle uitbraak. Hier weer werd op Bruns, maar dat is een makkelijk balletje voor Michiel Achterhoek. Jordi van Eck die daar Kevin Aman wegstuurt. Kevin Aman weer met een mooie strakke paas. Maar wordt helaas door Niels ten Hoeven overgekopt. En dan zitten we inmiddels in de tweede helft hier met Robbie Altink. Een van de vele wissels die Paul Krabbe had toegepast. En Nigel Michels met een prachtig schot en raak links over. En dan een kort genomen corner met Van Eck en weer met Robbie Altink. Weer met Michael Wensink. Michael Wensink schiet dan en keeper Nijenkamp heeft dan die bal te pakken. Maar Juventa nog steeds gevallen met die snelle uitbraken.
Die met Gerrit Spin. Gerrit Spin die dan op keeper Björn Nijsink stuit. Björn Nijsink ook ingevallen bij SVZW. Zo waren er veel Wierdense spelers in de tweede helft te bewonderen op het Sportpark Lagerveld. En dan hier weer SVZW. Hier met Xander Dekker. Xander Dekker natuurlijk ook een van de beloftes. En dan is het Niels van Hoeven die dan de bal inspeelt. Maar kan de keeper redden. Dan blijft er nog een corner over. En dan is het de keeper Nijenkamp die bal niet goed wegwerkt. En dan is het een prachtige mogelijkheid voor SVZW. Maar die bal gaat er dan niet in. Dan is het weer SVZW. SVZ bleef aanvallen. Wilde wat moois laten zien aan het publiek wat was gekomen op Lagerveld. Dan wordt de bal hier afgespeeld op Robbie Alting. En Robbie Alting schiet dan de bal naast. En kan de volgende aanval van SVZW beginnen. Hier met... Nigel Michels die dan gewoon door kan gaan en dan de bal netjes langs de keeper kan prikken, maar dan komt hij op de paal. En zo zit het geluk ook niet mee met Nigel Michels. Wel een mooie aanval van SVZW. Dan is het Jordi Kamphuis, de vechtbaas van SVZW, die sleurt en die trekt door het hele veld heen. Hij probeert dan openingen te creëren en dan is het hier een prachtige mogelijkheid, maar wordt de bal afgestuurd. Nou, een prachtige kontstop. Wie zien we dat nog vaak doen? Ja, de mannen uit de vierde klasse van Juventa 12. Schitterend door de aanvoerder gedaan. En zo zag je toch leuke hoogstandjes in deze middag komen. En dan is het Tom Prumus op Jordi Kamphuis. Jordi Kamphuis probeert de achterlijn te halen. Zet die bal mooi strak voor. En dan wordt de bal prachtig gered door Arjans Nijenkamp. En kan Robbie Alting de bal nog inbrengen. Hier Xander Dekker probeert die achterlijn ook te halen. En dan wordt het een corner. Nee, het wordt geen corner. De bal blijft zelfs nog in. Weer een gemogelijkheid voor SVZW. Wordt dan de bal door Arjan Nijenkamp uit de lucht geplakt. En kan SVZW beginnen aan een nieuwe aanval. Gaat dit keer weer over veel schrijven. SVZW combineerde best behoorlijk. Het was ook een heerlijke wedstrijd om naar te kijken. Wordt de bal voorgezet door Nigel Michels hier op Jordi van Eck. Jordi van Eck, de camera aan de schoentjes. En dan is het Tom Prumus die heel makkelijk deze bal intikt. En voor de tweede treffer gaat. Kijk naar de mooie groene schoenen van Jordi van Eck. En het mooie intikken van een topspits. Die man die staat gewoon altijd op de goede plek. Tom Prumus met het tweede doelpunt van deze middag. En Juventa die wil het niet blij laten zitten. Probeert toch nog eens even een aansluittreffer weer te maken. En dan is het hier een prachtige mogelijkheid waar de bal wordt weggekopt. Maar dan is het van de Hulst. En dan wordt de bal als een vuurpijl heel toepasselijk. Een week geleden waren we natuurlijk aan het vieren het nieuwe jaar. Maar dit kwam als een vuurpijl de lucht uit. En dan is het afgelopen. Leuke wedstrijd om naar te kijken. Allebei de ploegen hebben zeker wat gehad aan deze oefenwedstrijd. En dan wil ik u bedanken voor het kijken naar SVZW TV. En tot de volgende keer.